Goedemorgen. Oh. En ik wil je wachten tot ik het kan naar een selfie. Is met haar eentje. Ja? Ja. Ja. Oh, wacht. Wie is het dan? Oké, anyway. Goedemorgen, liefjes. Oh, maar goed. Kijk, ik ben gewend om vroeg op te staan en een korte dag te maken, want ik werk altijd om 6 uur 's ochtends. En ik kom op kantoor zijn, dus dan slaap ik ook om 11 en dan kom ik ook rond de tijd te bakken. Ik ben ook echt een ochtendmens, dus hey. Niet zoveel probleem met mij, maar sjaa, mieter man. Leuk is anders. Ik heb net even de jurk gebeden. En je moet lekker de deur uit. Maar ik dacht mezelf net, moet ik het nou naar de... Helemaal naar die andere kant brengen, dat ken je niet. Dus ik moet even snel naar de intakebody gaan. Zodat ze even iemand sturen. Want ik, ja, eet ook van die trappen en zo. Ja, dat ken ik niet. Dat gaat niet lukken met 2 koffers. Oké, ik ga super snel omkleden, jongens. En dan gaan we naar de tuin. Ciao. Ja, ik spreek jullie. Ciao. We zijn dus even ergens gestopt. Ik heb nu even een koffietje. Het is karamelistisch. Yes. Karamel. Hè? Het is een dirham. Dus ga ik nu even dit oppakken. Hoe ga ik dit doen? Jongens, wacht even. Zo. عبير هذه جميلة دي هيك ما قلتش نهزها او ماي جود جونس كايك كايك هو كلاين او وقت يزوغ كايك دان او ماي جود جونس Dat is toch te schattig. Luister, ik moet haar vastpakken. Oh mijn god. Dit is waarom ik van Marokko hou. Oh my god. Kijk hoe schattig. Kijk dan. Doe je het gewoon meenemen naar huis? Ik ben trouwens echt super allergisch voor katten. Maar alsnog, het boeit mij niet. Jelle, wauw. Dat is toch groot in. Helemaal. We zijn even gestopt bij La Reyes. Het is een plekje waar ook een McDonald's is. En dat dus. En we gaan nu even hier ontbijten. Of tenminste even iets eten. En dan is het ongeveer nog een uurtje richting... richting Tanja. En ik denk... Tenminste, ik hoorde net dat het, dus het verblijf is in Cabo Negro. Het is een beetje tussen Tanja en Tetuan in, zodat we daar tussen kunnen pendelen. Dus dat is chill. Anyway, ik ga nu even lekker wat eten en dan zie ik jullie zo. Hey, el hadga. Ik krijg nu een appartement toegewezen, dus het is even een kwestie van wachten. Ik ben echt kapot, jongens. Ik zeg je eerlijk, is eerlijk. We zijn aan het wachten op het appartement. De mensen die er is en zouden gaan, die zijn gaan ontbijten. Die hebben zich niet aangehouden aan de incheck-tijd. Nu zit ik hier te wachten. Als ik iets haat, is het wachten, jongens. Vooral als het warm is. Dan maak je maar boos. Dus ja, ik ben aan het wachten. En aan het kijken. Ta-da-da-da. Sophie is een verb volgens mij. Ja. Dus ja, ik dacht ik ga lekker een vlogcamera aan doen. Dan ga ik er tegenaan praten. Hallo allemaal, we zijn aangekomen in het appartement. Ik laat het even zien.
Het is de woonkamer en dit is het uitzicht. Heel chill. Wij gaan nu lekker douchen, omkleden en dan gaan we even wat eten. Want ik heb letterlijk nog niet ontbeten. Het is echt... Ik val echt zo neer. Maar dat gaan we dan even doen. En dan... ja. Heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen, het is echt hier is zoveel lekkerder weer dan in Naddo. Naddo was echt heftig. En toen was vet. En het was gewoon lekker warm. Maar gewoon goed warm kan ik wel tegen. Alleen dit is perfect. Gewoon zo'n lekker briesje. En ja. Nou, anyway jongens. Ik voel me echt vies. Hele drama met het appartement. Oh mijn god, ik heb wat meegemaakt. Ik heb wat gezien. Dat ga ik je veel vertellen. Maar goed, uiteindelijk prima. Het is zeker geen 5-sterren hotel, maar mooi. Dak boven mijn hoofd is prima. Alleen die douche, wow. Ik ga het gewoon aan jullie laten zien. Weet je, ik dacht even op mezelf nemen, maar ik schaam me een beetje of zo. Ik dacht, nee man, ik had natuurlijk me schamen. Ja jongens. Het ziet er niet uit, kan ik je vertellen. Ja, wat ga ik doen? Dat wordt gewoon met mijn slippers douchen, weet je. Het is niet altijd luxe en shit, maar nee man, kom op. Ik vind dit echt heftig, maar we hebben gewoon niks kunnen vinden. En onder de vraag met €250 per nacht. Hallo, €250 per nacht. Weet je wat €250 per nacht is? Dat heb ik niet hiervoor over. Tenminste. Dan, dit was €90. Ja, jongens, €90. Maar goed, oké, ik ga lekker douchen. Ik spreek jullie later. Oh, trouwens, dit is de keuken. Ja, nou, ik moet er ook om halen. Maar goed. Dat is het ook. Daar is de mannen. Laters. Ik heb net even omgekleed. We gaan even bij een strandtentje zitten. We gaan even wat eten. Ik weet niet of je mij horen, maar ik zit nu bij een beachclub. Ik ga het even omdraaien. Oh, nee, dat zien jullie niet. Anyway. En dan gaan we naar het huis. Opmaken. En dan even ergens... drankjes doen ofzo. Ik heb super gezellig gezwommen, het was zo lekker. Ik was een beetje laat, dacht ik aan mezelf, zou ik even toe gaan. Dat was echt top. Jongens, dus heb ik me klaargemaakt. Ik ga er ook even nog wat hakjes aan bij aandoen. En dan gaan we lekker uit eten. Zo, dat is even de look. Ik heb het heel natuurlijk gehouden. Dat lijkt wel. Ik ga misschien iets meer concealer toevoegen nu ik het zo zie in het beeld. Ja, gisteravond was wel even een dingetje. Ik ben kapot. We zijn even wat gaan eten. Toen ergens een drankje gedaan. Super gezellig. Ik heb echt in tijden niet zo hard gelachen. En omdat het een soort van georganiseerde groepsreis is. En voornamelijk echt Marokkanen in zitten. Ja, dat is gewoon een hele andere humor. En soms voel ik me een beetje buiten, omdat ik niet alles snap natuurlijk. Maar het is wel echt heel grappig. En heel anders dan... Ja, ik kan mijn ogen niet ophouden. Heel anders dan als je met Nederlandse mensen bent. Maar wel heel leuk en gezellig. Ik ben echt geen... Ik ben gewoon in Cabo Negro en ik kom gewoon geen Nederlanders tegen. Ook wel lekker is natuurlijk. En dit is even het uitzicht. Wij gaan nu even lekker buiten ontbijten. Ik moet tanken en ik moet... moet ik nog meer doen? Ik moet tanken. Ik moet buiten ontbijten en ik moet mijn geld gaan wisselen. En dat is even de planning voor vandaag. Dan gaan we vandaag weer zeker jetskiën. Ik weet vandaag dat we zeker... Gaan we nog meer doen. Jetskiën, zwemmen. En in de avond ook weer volgens mij ergens in marina gaan we zitten. Even daar ergens een leuk tentje opzoeken. En dat is het. Oké, jongens, ik ga nu even lekker omkleden. Ga ik lekker ontbijten. En ik neem jullie gezegd mee. Ik ben tegengekomen. Oh mijn god. Hij werkt met de Albert Heijn. Skoon, je hebt helix, skoon. Oplichter het zacht. Nou jongens, ik ben nog steeds aan het lopen. Ik kan niet meer. Ik kan gewoon niet meer. Oh, maar daar is wat in vuur. Nou, die krijgen ervan, weet je. Die krijgen ervan. Mensen van het goede leven. Dat is even een tijdje terug. Ik heb naar het strand geweest. En zijn we hebben gedaan. We mochten in jetskiën omdat de zee te hevig was. Dat is de enige. Ik zie er nou zo raar uit. Want ik heb concealer op, bronzer en foundation. Voor de rest nog niks, want we gaan nu even eten. We hebben gewoon wat thuisbezorgd besteld. Deze beige broek en deze schoentje. Anyway, ik ga dus nu even uit eten. We gezegd dat we alle daarna even een drankje doen ergens. Ja.
tijger, zoals jullie zien. Ik ben nu bij een tankstation gestopt. We zijn nu in vlakbij de Gmiset. En vanaf daar gaan we dan naar Ves. Ik heb al een hotel geboekt. Even een andere dan die vorige. Even kijken of er iets anders leuks is. En dan zit ik even in mijn hoofd. Want ik wil eigenlijk ook nog naar Mykines. Want ja, leuk. Maar aan de andere kant wil ik ook nog met mijn oom langs Dina in Ves. En ik wil nog naar Cedia. En ik moet nog en ik wil nog. Ik moet even kijken hoe en wat. Alleen ik ben echt, jongens, ik ben echt stony door de weg. Ik ben moe. Dus ja. Wacht even, waar is de vrouw? Ik zie alleen maar niet. Laat me even op de rest wachten. Doei. Jongens, we zitten aangekomen in Ves. Zoals je hoort, mijn tante is eten aan het maken. Ik ga even eten hier en dan ga ik naar het hotel. Ik ga eigenlijk gelijk naar het hotel, maar je weet, mijn Marokkaanse tante zijn eten en je moet blijven eten. Ik vind het niet. Omdat dat goed wordt, Hallo mensen van het goede leven, daar ben ik weer. Ik weet het. Ik heb jullie super erg verwaarloosd. Ik had veel beloofd, maar uiteindelijk niet heel veel waargemaakt. Het is alleen heel lastig om als je met zo'n grote groep bent te gaan vloggen en je camera overal mee naartoe te nemen. En vooral als je op het strand zit, dan ja, het is gewoon lastig. Dus ik ga kijken wat ik ervan kan maken. Maar ik ben net aangekomen in Ves. Een van de meest cheapest hotels geboekt, want ik dacht, ik kom pas laat aan. Het is nu 7:15. Ik heb net ingecheckt. Maar het ziet er nog best wel netjes uit. Dus ja. Gewoon echt een prima kamer. En dit was €51. Dus dat. Ja. Ik ga nu lekker douchen. En dan ga ik. Weet ik even nog niet. Ik heb natuurlijk afgelopen 72 uur. Oh mijn god. Gespendeerd met hun. En ze vroegen zeiden van ja, zullen we in de avond even ergens een drankje doen of zo. En ik ben zo iemand. Ik. Sorry. Ik ben zo iemand. Ik heb dan even weer wat alone time nodig, snap ik bedoel. Dus ik weet het even nog niet. Nou, ik weet wel dat ik vanaf nu wel iets beter ga vloggen. Omdat ik gewoon met een hele groep mensen ben. Dus ja. Conclusie van dit one uiteindelijk, want dan zijn we niet geweest. Dus Marina Smeer, Martiel, Madiak, dit one gezien. En ja, ik snap wel waarom iedereen daar naartoe wil. Ik heb het echt oprecht heel erg leuk gehad. En super leeg eigenlijk. Echt super weinig Nederlanders tegengekomen. En echt gelachen. En ja, ik maak echt geen grap. Omdat het natuurlijk echt Marokkanen zijn, is het natuurlijk wel een beetje lastig om je plekje te vinden in de groep. Want heel vaak als ik mijn mond open trek, dan lachen ze. Want mijn Darija is niet heel goed. Maar wel echt. Marokkanen zijn de grappigste mensen ooit. Dat is één ding wat zeker is. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel gelachen op een avond. Dat is niet normaal. Dat is echt alleen maar leuk. Ja, ik ben net wakker. Het is nu 2:30. Ik denk dat ik rond een uurtje of 8 in slaap ben gevallen. Ja, niet slim. Ik was nog helemaal aan het denken van, ga ik naar een restaurant of ga ik met de groep nog wat leuks doen? En ik had mijn telefoon ook zelfs uitgedaan, dus ik werd wakker met allemaal gemiste oproepen en zo. Ik dacht, ja, weet je. Blijkbaar had mijn lichaam dit nodig. Ja, yeah, that's it. Oké, anyway, ik dacht, ik pak even de vlogcamera erbij en laat weten wat ik heb gedaan. Maar ja, niks dus. Oké. Peace up. Een hele goede morgen, jongens. Ik ben wakker. Ik ben even omgekleed. Ik heb dit witte jurkje aan samen met deze oranje slippertjes. Ik had jullie verteld over dat het dakterras. En we gaan er naartoe. Even benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja. Echt alsof ik 3 jaar heb geslapen of zo. Maar goed. Etage 9. Oh, wat lekker. Oh, ik ga helemaal stuk. Dat ziet er wel heel troebel uit.
Ik ga stuk. Wat is dit voor halve garen iets? Hij zei al dat het under construction was. Maar dit is dus wel een mooi uitzicht hoor, voor Ves. Waar van de glazen was er langskomen hoor. Echt jammer dat dit niet helemaal af is, want dan zou het heel mooi zijn. Dit is wel aaiig eng man. Lijp, 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 lijp. Zal ik hier, kan ik hier naar binnen denk je? Ja, vast wel. Nou, fuck it, oké. Okay. Nou. Leuk om te zien, maar zo heel interessant is het niet. Ik ga weer lekker naar beneden. Ik ga nu lekker ontbijten. En ik ga even twee dagjes bijboeken. Het is een goedkoop hotel. Ik heb lekker geslapen. Het is lekker donker in de kamer. En ik ben hier nog twee dagen. Dus ga ik even doen. Joe. En het is echt een leuk, ja, ik weet niet. Wisten jullie dat in Marokko hebben we echt iets met rotondes? Ze zijn altijd super opgemaakt. En in deze rotonde heb je gewoon een sloot. Zoals je ziet. Het is gewoon letterlijk een rivier daar, of een slootje. Maar ik heb het dus over dit restaurant. Het heet Paul en het is echt oprecht een heel lekker restaurant. Ik ga lekker zitten, ik ga lekker ontbijten en dan spreek ik jullie zo. Ik denk dat dit ontbijt op delen spreekt. Dus dat is wel waarom dit een van mijn favoriete plekjes is. Het is gewoon lekker eten. En een goed uitzicht. Love it. Het is ook echt één oprecht van de grootste redenen waarom ik oprecht wel van Ves hou. Nee, dit is net modern genoeg en dit is ook weer een hele mooie geschiedenis. Dus vanuit daar kan je dan zeg maar echt een beetje alles in één stad. En het is super dichtbij, Casablanca en Shemel en alles op en eraan. Dus vandaar dat ik het liefst hier zit eigenlijk. En ik hoop dat ooit als ik geld genoeg heb, dat ik hier gewoon even een huisje kan kopen. Of een appartementje, of niet een nieuw huis. Want het is gewoon echt heel lekker vertoeven hier hoor. Vooral met het thuiswerken en zo. Lijkt me echt geweldig. Maar goed, oké. Okay, ik ga er vandoor. Ik ga lekker ontbijten. Ik heb sinds gistermiddag niks gehad. Dus ik ga echt vreten voor vaderland. En dan ga ik echt naar mijn tante om te kijken of we naar Mykonos gaan of niet. Maar dat zien we dan wel. Dus ik spreek jullie. Zo, ik zweet als een otter. Even kijken hoe lang. Oh, hij geeft niet meer aan hoeveel graden het is. Mijn auto gaf altijd aan hoeveel graden het was. Maar anyway, het is echt bloedverziekend heet. Ik ga het even checken. Het is momenteel in Ves. Chokran. Het is nu 30 graden en het wordt 39. Dus dat wordt wat. Ik heb nu mijn nicht opgehaald. We gaan nu richting Aqualand, dat is in Mykonos. En dan ja, checken we even hoe verder, hoe en wat. Dus ik hou jullie lekker bij. Dus tot zo in Mykonos. Ciao! Jongens, ik dacht... Wacht, zo. Plannen zijn even gewijzigd. Ik zou eerst naar Mykonos gaan. Maar het is gewoon een uur rijden. En het is nu al 12 uur. Dan ben ik er om 1 uur. Het sluit om 6 uur. Ja, anyway. Ik had gewoon geen zin in dat. Weet je, ik ga een andere zoeken. Blijkbaar heb je hier ook in Ves eentje. Vervolgens op de hele Ves. En buiten, zeg maar, net buiten Ves. Dat is een half uurtje rijden. Dat is prima. Dus gaan we daar naartoe. En Aqualand ben ik vorig jaar al geweest. En dan ga ik nu even deze checken. Dus nu is het direction... Vind ik het kom? Moulin, ja. Anyway. Oké, anyway, ik ga jullie laten. Ik ga weer verder met rijden. En jullie weten, wie is mijn lievelingsartiest? Broer.
Mila brengt in. Chica, ik ben met in. Hey Mila, laat me dansen. Flex en trek een paar. Listen! Amshiu, aqua lens. Wie is Amshiu? Aqua. Riem aquatic. Zacht, de bocht in hem uit. Riem aquatic. Zo gaan die ruiten ook. Ik ga die in de room. Pelele! دابا جينا نديرو ليسونس كتشوفوهم في النظر ديالي شتيو دير ليسونس 14 درهم ديال الشرو عندي اسمي هي اللي كدير كيم كارداشيانز فويس انا غنتوخ لي سيليكون انا دابا غندير ليسونس للطوموبيل ولا سلت ليسونس للطوموبيل شنو غندير ما نعرف وهنايا المايو ديالي كينشف حيتاش غسلته في الصباح وكان 40 درجة الحرارة فاس فهمتي يعني إلى نشرته غادي يعني لما عملناش غادي ندوبو غادي نموتو يعني السلام عليكم وعليكم السلام أهلا أهلا أصاحبي عندك النظرة ولا أصاحبي كريمي هي اللي كانت يخون خلطة خايفة أن زفو يتنكر يموت بقى أدخل لنيا بلانتر ما أردت بلانت لا يومس بسألة يلا بعد كيف مع Ik ga lekker omkleden, ik ga lekker zwemmen en ik ga het gewoon even genieten, even bijkleuren, dus dat komt wel goed. En dan spreek ik jullie. Ciao! Op die hit blaster. Chocolate. Deze drankje is aangekomen. Hola! Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Préparez-vous, on commence dans 20 minutes. En we hebben lekker een taco besteld. Nou ja, zijn er natuurlijk taco. Het cordon bleu. En de drankjes komen eraan als het goed is. Lekker gezond. En het is super leeg. Ik wil eerst naar die van Meknes gaan, maar ik ben wel blij dat ik hier zit, omdat het gewoon echt heel leeg is. Het is gewoon lekker rustig, niet te veel. Kijk, ik weet niet of jullie mij horen, maar ik ga lekker chillen. Nou, dat was me een dagje wel. Volgens mij ben ik goed gebronzeerd. Het was echt super leuk. Ik ga nu mijn nachtje afzetten. Dan ga ik naar de kapper. Nee, dat is niet slim trouwens. Ik ga eerst mijn nichtje afzetten. Dan ga ik naar het hotel. Ga ik even douchen. Ga ik langs de kapper. Ga ik haar weer oppikken. Dan gaan we bij een soort van chique restaurantje zitten. En even chillen, lekker eten. En dan even de dag. Dus... Ik zie je zo. Dit is trouwens een jurkje van de H&M. Ik had hem op TikTok geplaatst. Ik kreeg super veel vragen. Ja, dit zijn gewoon de beste jurken die je wilt voor in Marokko. Ze zijn gewoon lang, breed, bedekt, weet je wel. Dus dat. We zijn in zo'n typisch Marokkaans winkeltje. Super schattig. Wat halen jullie altijd? Ik denk dat je dan sowieso altijd... Dit eet ik zeg maar minimaal 2 keer op een dag. Ik vind die super lekker. En qua drinken is Hawaii Ananas mijn nieuwe favoriet. Maar voor de rest natuurlijk Hawaii Poms. Of ja, Fanta met allemaal rare smaakjes. Of dat rare die wij niet in Nederland hebben. En dat eigenlijk al het vieze snoep. Kijk vooral. Weet je allemaal dat het allemaal super catfish is. Ze zijn nooit lekker. Behalve die Madeleine dan. Dat is nog wel lekker. Ja. Nou goed, ik ga even dit gehaald uiteindelijk. Een watertje en een Hawaii. En dan ga ik zo lekker douchen en naar de kapper. Hey schatjes. Wow. Ik ga even het open doen. Oh ja, wacht. De buurman kan zo naar binnen. Ja, fuck it. Dan mag je kijken. Valt toch niks te zien. Oh, mijn neefje belt mij. Ook via Insta ook echt. Hallo? Hallo? Ik weet niet. Mooi, met wel. Op dit moment moet je zo laden. Ik heb net heel leuk lopen gezegd, ik ga kapper, dit, kapper, dat. Ik heb 2 keer 2 geteld, en 2 zeggen ja, wij zitten vol. Anders moet ik iets van 5 minuten, ja 5 minuten is echt niks. 5 minuten voor mij nou. 5 kilometer verderop en ik wil er eigenlijk gewoon naartoe lopen. Dan moet ik eerst de auto pakken en die heb ik nu in de garage gegooid. Dus, ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga even kijken, mijn nicht is aan het reserveren. Het restaurant waar ik eerst oorspronkelijk naartoe wil gaan, die zit helemaal vol. Nice. Dus dat is even het dingetje.
Dus nu gaan we naar een andere. Dit is het hotel waar ik vorig jaar in heb geslapen. Waar ik dit jaar ook heel graag in slapen. Hebben ze de prijs verhoogd naar fucking 257 euro. Voor een nacht. Kijk, ik heb gezien en wallah, meeste. Het is het zo niet waard. Dus nee, ik had vorig jaar, toen was er ook korting door de, omdat de koning toen had gezegd van kom naar Marokko, bla bla. Had ik er 150 euro voor betaald. 150 vond ik echt prima, maar 257. Jongens, mijn lippen zijn droog. Droog, droog. Waar? Nee, dat ga ik niet schudden. Voor mijn trouwe kijkers. Ik hou van jullie. Hola, ik ben nu even snel aan het klaarmaken en live aan het gaan. Dat was geen Nederlandse zin, maar mooi heen. Ja, even snel klaarmaken. Even snel kijken of ik nog een kapper kan vinden. Om deze haartjes te fixen. Anders ga ik ze even zelf glad feunen. En dan ga ik zo naar Sahraai om lekker te dineren. En dan zie ik jullie zo. Ik heb dus deze schoentjes. Maar die neem ik even mee in mijn dustbag. Want ik kan dat echt niet allemaal nu gaan dragen. Want mijn auto staat ook ver. Dus dan kan ik dat niet. Dan ga ik niet met die, ja, met die schoenen rondlopen hier. Dat wil ik niet. Dus ik doe nu even dit pakje aan. Echt heel kleurenrijk. Oh, wacht. Ik heb hem helemaal verkeerd om. Portemonnee heb ik nodig. Mijn schoenen. Oh ja, mijn nicht die wou een oudje van me aantrekken. Die ga ik ook even inpakken. Waar is die? En dan ja, ga ik dames en heren. Onderweg naar mijn nicht. Ach, dit is toch prachtig, jongens. Opzaag. Dit is dus even de ingang. Ik heb mijn schoenen aan. Oh mijn god, ik heb zoveel pijn. Volgens mij zie je inderdaad helemaal niks.